Morgen hoeft er niet meer getrild te worden. Nee, morgen hoeft er niet meer getrild te worden. Omwonenden van de Zuidelijke Ringweg kunnen opgelucht ademhalen. De achterstand die aannemer Herenpoort had opgelopen bij het intrillen van de damwandplanken voor de noordzijde van de tunnelbak is ingelopen. In totaal zo'n 870 planken moesten de grond in en dat aantal was vanmiddag bijna bereikt. We zijn bezig met de laatste planken. We hopen dat vanavond eigenlijk allemaal afgerond te hebben. Zoals het lijkt, dan gaat ons dat lukken. De weg moet maandag 26 augustus om 6 uur weer open voor verkeer richting Hoge Zand. De zuidzijde van de ring moet volgende week weer worden voorzien van nieuw asfalt. Daarna moet de zuidzijde van de tunnelbak ingetrild worden. We kunnen dan het tempo afstemmen gewoon op de reguliere werkdagen. Dat gaan we ook doen met een aantal minder stellingen. We staan dan ook wat minder onder een tijdsklem. We mogen ook iets uitlopen. We konden natuurlijk bij deze zomerstremming niet uitlopen. 26 augustus, 0600 uur. Dus om 6 uur 's ochtends, maandagochtend, moet de weg weer open. Nou, heeft u gezien, we zijn volop bezig al met de wegenbouwwerkzaamheden om die weg volgende week maandagochtend in alle vroegte open te kunnen doen. Het aantal klachten lag deze week weer hoger. We hebben maandag eigenlijk hele zware omstandigheden gehad. Toen hebben we eigenlijk het maximale geverfd van het materieel en mens, maar ook van de omgeving. Dus hebben we maandag veel klachten gehad. We hebben daardoor toch nog met een kleine aanpassing van onze uitvoeringsmethodiek. Dinsdag eigenlijk zijn we weer teruggegaan naar het niveau wat we eigenlijk met elkaar wilden. Dat leidde ook direct weer tot een aanzienlijk aantal minder telefoontjes bij het loket damwanden. Voor aannemer Herenpoort was het af en toe stevig aanpoten. We hebben wel wat spannende momenten gekend, ja. Ja, dat klopt. Ja. Waar zat het tegen? Met name tussen week 3 en 4 hadden we materieel pech. We hadden natuurlijk een hele hete week achter de rug voor mensen en machine. We hebben wat materieelpech gehad. Toen wisten we ook dat we nog een moeilijk stukje moesten gaan doen met zware ondergrondslagen, zeg maar, een soort sterke ondergrondslagen. En toen werd het wel even spannend. Toen liepen we ook achter. We hebben dat in kunnen halen door en op zaterdag aan het werk te gaan en op de avonduren wat aan het werk te gaan. En gelukkig, er staat nu een gelukkig mens voor u.